Welkom bij een nieuwe reeks waarbij ik foto's van de afgelopen maand bespreek, foto's die ik getrokken heb. Deze maand bezocht ik 2 dierentuinen en ging ik naar de Belgische kust, meer specifiek Windeunen. Ook heb ik een fietstocht van ongeveer 30 kilometer afgelegd waar ik een foto van wil tonen. Het begon allemaal op 11 juli, de dag waarop ik naar Plankendaal ging. Misschien heb je recent wel een video of shorts zien verschijnen van die dag. In die video is er te zien hoe de 2 welpen schrikken van de ooievaars. In de shorts zagen we leeuwenkoninjaren genieten van een lekker stuk vlees. Uiteraard hebben we die dag ook foto's getrokken van de 4 leeuwen die er leven. De 2 welpen Jare en Jarsar, leeuwenkoning en papa Jari en mama Lorena. Zoals velen van jullie misschien al gemerkt hebben, zijn leeuwen even favoriete dieren. Ik hou er enorm van om foto's van hen te trekken. Het is dus altijd een fijn weerzien als ik hen of de leeuwen in zo Antwerpen weer zie, maar evengoed de leeuwen in andere dierentuinen. Buiten de leeuwen trok ik ook nog foto's van andere dieren, zoals deze kuifmakaak. Deze kuifmakaak is 26 juni geboren. De vogel die je hier ziet is een inkastern. Deze heb ik na een heel lange tijd eindelijk goed kunnen vastleggen wanneer die een duik in het water neemt. En deze gierparelhoen kan ook niet ontbreken. Mijn volgende dierentuintrip ging naar de Beekse Bergen waar je een auto-, boot- en wandelsafari kan doen. Ik begon de dag met een autosafari waarbij we enkele dieren waren tegengekomen. Heel veel succes had ik niet met de foto's, maar hier zijn er toch enkele. Ja, dat was het eigenlijk wel. Zoals ik al zei, niet veel succes. Na de autosafari trokken we het park binnen en liepen we voor de rest van de dag rond. Ook deed ik er de bootsafari waarbij we van de ene kant naar de andere kant van het park werden gebracht. Over het algemeen ben ik niet heel erg tevreden met de foto's die ik getrokken heb, maar toch laat ik ze graag even zien. Buiten 2 dierentuinen bracht ik mijn camera ook mee naar Windeunen. Heb ik veel foto's getrokken? Nee, absoluut niet. Slechts 1 locatie heeft mijn aandacht gekregen. Een jaar geleden ben ik hier ook al 2 keer geweest, waar ik al verschillende foto's van getrokken heb. Het jammer was dat deze spioenkop, oftewel duinpaviljoen, toen niet bereikbaar was. Dit jaar was die eindelijk weer bereikbaar en kon ik via de trap omhoog een foto trekken. Het was lang geleden dat ik nog een fietstocht gedaan had. 13 juli was het dan zover. We besloten een bestaande fietstocht te volgen, de waterwegenroute. Een route van ongeveer 30 kilometer lang. Ik nam hier ook mijn camera mee voor het geval ik iets leuks en moois zou tegenkomen. Over de helft zag ik kleine weiden met wat paarden en bloemen op. Het is een beeld dat ik al lang wil maken, maar dan op een andere locatie. Deze plek leek er wat op, maar het had alleen minder bloemen, maar niet erg. Want de foto is nog steeds leuk. En zo komen we tot een einde, het einde van de maand juli. Wat volgende maand zal brengen, zal ik nog wel zien. Er staat in ieder geval al een dag gepland om de verjaardag van een 3 welpen in Zoo Antwerpen te gaan bekijken. Voor de rest, dat zullen we nog wel zien. Tot dan!